Bart-Jan Brouwer gaat op de bank van Jan Fransen in gesprek met Eddy van Heel van Priesken. Door zijn niertransplantatie kwam Eddy ooit op het idee van zijn kliniek, wat een gouden greep bleek. Hey Eddy. Hey Bart-Jan. Goed je te zien. Wederzijds, man. Zit je lekker? Ja, top. Je was vroeger beroepsmilitair, je verkocht luxe auto's, je zat in de verpleging. Wist je niet wat je wilde worden? Het heeft allemaal zo moeten zijn. Ik ben in eerste instantie de militaire dienst ingegaan. Mijn vader was militair, ik was ermee opgegroeid. En dat was iets wat ik altijd wilde worden. Alleen tijdens mijn diensttijd, ik heb een officiersopleiding gedaan, werd ik ziek. En moest ik een andere keuze maken. En toen ging ik me oriënteren van wat vind ik nog meer heel gaaf. En wat ik gaaf vond was het menselijk lichaam. En toen heb ik dus een stap gemaakt vanuit echt een hele masculine mannenorganisatie. Ik zat bij de infanterie, naar de HBOV, waar ik bij in één keer allemaal vrouwen kwam. Maar goed, heel veel geleerd en een hele andere kant van mezelf leren kennen. Een veel socialere kant. In 2003 heb je samen met Jan Zantingen Priesken opgestart, dat preventief medisch onderzoek aanbiedt. Wat heeft je daartoe doen besluiten? Nou, preventief medisch onderzoek doen we, maar we doen ook onderzoek bij klachten. En wij zijn in 1 jaar tijd, Jan en ik zijn familie van elkaar. Ja, hij is je oom. Hij is mijn oom, ja. In 1 jaar tijd zijn wij 3 mensen verloren in onze hele directe omgeving. En die waren of te laat bij een diagnose, of er was een verkeerde diagnose gesteld. En als zij de mogelijkheid hadden gehad om zichzelf te laten onderzoeken, wat ze ook wilden, dan hadden ze niet hoeven te overlijden. En dat was voor ons op dat moment reden om te zeggen van ja, maar dit moet gewoon anders kunnen. Nederland is het enige land ter wereld waar het verboden is om jezelf preventief en zonder ziektebeeld te laten doorlichten. Hoe komt dat? We hebben in Nederland een wet op bevolkingsonderzoek en die zegt dat je wel mag uitvoeren, maar je mag het onderzoek niet aanbieden aan de consument. Dus eigenlijk een health check waarbij je onderzoek doet naar kanker, mag je niet uitvoeren. Daar heb je een vergunning voor nodig en een vergunning krijg je alleen als iets aangewezen bevolkingsonderzoek is. Wat vind je daarvan? Belachelijk. Ik vind dat iedereen zelf de beslissing moet kunnen nemen of hij zichzelf laat onderzoeken, ja of nee. Maar er zijn heel veel artsen die zeggen dan van ja, maar dat preventieve onderzoek dat leidt tot onnodig vervolgonderzoek, wat grote maatschappelijke kosten tot gevolg heeft. In hoeverre hebben ze hier een punt? Dat is niet waar. Dus dat is niet waar? Nee, ik kan het ook zo stellig zeggen, omdat er komt een rapport uit volgende maand in samenwerking met TNO. En dat bewijst het tegendeel. Wat je daar heel sterk in ziet, is dat het aantal doorverwijzingen een stuk lager is dan wat men beweert. En van de 10% die we doorverwijzen, die dus binnen 3 maanden gezien moeten worden, is het grote meerderheid is een terechte doorverwijzing. Dus de kosten die dan worden gemaakt zijn ook terechte kosten. Jij bent het levende voorbeeld van hoe belangrijk een total body scan kan zijn. Vertel. Ik ben in 2006 getransplanteerd. Ik heb een niertransplantatie gehad. En ik liep op dat moment bij het ziekenhuis onder controle. En op de ene manier heeft de uroloog daar zag niet dat ik een nierziekte had. Dus toen heb ik bij ons een check-up gedaan. We waren net 1,5 maand met Priesken begonnen, dus dat kwam goed uit. En toen bleek eigenlijk binnen een kwartier al dat mijn bloeddruk zat op 300, om 200 bij inspanning. Dus niet bij rust, maar bij inspanning. En ik had een kalium wat levensgevaarlijk hoog was. Uiteindelijk ben ik kort daarna getransplanteerd. Ik heb op tijd heb ik een donor gevonden. En een vriend van mij. Ik zit hier en het gaat heel goed. Je gaat even te snel. Een vriend, die geeft jou een nier. Ja, dat is mega bijzonder. Allereerst die dat wilde doen. Dat vind ik echt een vriendschap in de meest ultieme vorm. En dat het ook matchte. Ja, dat was natuurlijk fantastisch. Weet je, als je nu kijkt wat dat doet met vriendschap. Dat is gewoon, ja, dat is een broer. Hoe kijk je sindsdien tegen het leven aan? Want dat is nogal wat. Ja, je kijkt wel, het is vergankelijker. Dus het is wel, je moet de dag plukken en dat doe ik ook. En ik geniet echt van de dingen. Maar ook echt de dingen die ertoe doen. Dus vroeger kon ik me nog wel druk maken om zaken die meer in materiële zaten. En carrière is het allerbelangrijkste. En, weet je, en uiteindelijk gaat het voor mij tenminste om mijn gezin en mijn vrienden en de lol die ik heb in het leven. Wat ga je doen als we zo meteen uit deze stoelen opstaan? Ik duik direct de file in richting het mooie Twentse land. Dan wens ik je heel veel geduld toe. En bedankt voor je tijd. Jij ook bedankt.